Philippe, gefeliciteerd. Wat een fantastische middag, zeg. Ja, zeker. Ik denk met een fijn gevoel ga je van het veld af. Zeker. En het waren punten die nodig waren tegen een directe concurrent. Maakt dat het extra lekker? Ja, toch wel. Toch wel. We wisten gewoon dat we vandaag moesten winnen. En dat hebben we gedaan. Dus heel fijn gevoel. Je komt terug van de blessure. Hoe was het weer om in het veld te staan? Ja, heel lekker. Ik denk zeker omdat je hier thuis weer kan beginnen. Met de fans erachter, dan is het wel fijn. Ja, zeker. Had je verwacht om zo snel terug te zijn? Ja, zelf had ik eigenlijk gehoopt om iets sneller terug te zijn. Maar het is nu 8 weken geleden. En het is ook wel een beetje berekend tot 8 weken. Dus ik was er helemaal klaar voor. En ik had gewoon weer vertrouwen in mijn schouder. Dus dat is het belangrijkste. Ja, goed dat je weer terug bent. De ploeg stond eigenlijk wel als een collectief vandaag. Jullie hebben samen die 3 punten over de streep getrokken. Ja, klopt. Klopt. We vochten echt voor elkaar. En vaak de duels, tweede ballen, die waren voor ons. En met het publiek erachter, dan zag je ook wel dat we greep op de wedstrijd hadden. En weinig moeite hadden. Weinig weggegeven ook. Ik denk belangrijke 3 punten, zeker. Na 60 minuten werd je gewisseld. Was de pijp leeg of kon je nog door? Ik kon nog wel door, maar dat was een beetje de afspraak. Natuurlijk, we werden een lange tijd gestart in de basis, dus het was een beetje afgesproken. Misschien 45 en dan kijken hoe ik me voel. En op zich in de rust voelde ik me goed, dus dat is ook besproken. En ook een beetje met oog op donderdag, toch die 60 minuten. En ik denk ook wel verstandig om rustig weer op te bouwen en naar de hele wedstrijd. Ja, de ploeg is wel redelijk uitgedund nu, aantal blessures, et cetera. Nu stonden er ook mensen op bepaalde plekken die er normaal helemaal niet staan. Maar ze gingen echt voor elkaar door het vuur en daar heb je ook samen die 3 punten gepakt. Ja, zeker. Ik denk dat is ook wel een sterkte van onze ploeg. Ik denk, we hebben veel spelers, maar ook echt spelers die klaar zijn om meteen te spelen. En dat zag je ook weer vandaag, denk ik. Een paar goede invalbeurten, jongens die weinig speelden, die op het veld komen en echt een goede indruk nalaten. Dus heel mooi om te zien. Vorig jaar heb je natuurlijk ook het bekertoernooi meegemaakt. Dat was een fantastisch bekertoernooi waar jullie tot de halve finale schopten. Nu sta je in de 8e finale en staat er weer een mooi potje op het programma. Ja, jij weet als geen ander nu hoe je jezelf goed kan voorbereiden hierop. Ja, zeker. Persoonlijk bereid ik me niet echt anders voor dan op een andere wedstrijd. Maar het is de beker en het is 1 wedstrijd, die moet je gewoon winnen en anders lig je eruit. Dus, maar dat besef ook wel dat het ook gewoon heel belangrijk is voor deze club en voor ons. We willen gewoon verder komen in de beker. En, we gaan er alles aan doen. Ja, jullie hebben 2 nederlagen gehad tegen AZ en PSV, 2 topploegen. En tegen RKC, een directe concurrent. Wat doet deze overwinning met de ploeg? Ja, die was wel echt nodig. Toch wel ontlading na het fluitsignaal. En, iedereen beseft het ook gewoon dat het ook onderin een beetje krap werd. En, dan hadden we, je had die 3 punten gewoon nodig en we hebben gedaan wat we moesten doen. Dus. Ga ervan genieten en op naar donderdag. Ga ik doen.